Welkom bij een nieuwe video van de Applejack. Ja. Dit is Megan en voor iedereen die mij al volgt, die kent Megan al. Want Megan is Flo haar... Ja, Flo de verzorgster. Ja. En Megan, wat vind je het allerleukste om met Flo te doen? Spelen... Flo vindt het allerleukste om koekjes te hebben. Dus... Ja, koekjes, ja. Poetsen. Ja. Ja. En ik dacht, Megan, kijk... Er is dus één ding wat ik heel erg leuk vind. Ja, er zijn een heleboel dingen die ik leuk vind. Maar ik vind shoppen ook heel erg leuk. Ja, ik hoop iedereen. En ik dacht, misschien is het wel superleuk om voor jou en voor Flo een hele nieuwe poetskist uit te zoeken met poetspullen. Ja, dat is vet. Dat is wel vet, toch? Ja. Oké, ben je benieuwd wat we gaan samenstellen? Blijf dan kijken. Megan, ik dacht dus, ik wil gewoon een poetskoffer of een poetstas. Eén van de twee, want ik heb nu een hele lelijke oude tas. Ja, of koffertje, ja, dingetje. Die gaat ook de hele tijd open en stuk. Ja. Dit is niet eens een echte poetskoffer. Dit is de oude koffer van de boormachine van mijn vader. Dus we hebben echt een koffer nodig. Ja. Maar ik dacht, misschien is het handiger om eerst een mandje te pakken. Ja. Want... We moeten eerst natuurlijk alle borstels bij elkaar zoeken. En dan moeten we kijken of ze wel in de koffer passen. Ja. En ik vind wel dat ze een beetje bij elkaar moeten passen. Want anders, ja, dan heb je een roze met grijs. Ja, nee, dat is raar. En jij hebt natuurlijk alles paars. Ja. En we hebben nu alles zwart. En eigenlijk wil ik dus nu heel graag alles van het hout. Ja, dat vind ik ook echt super mooi. Dat vind ik super gaaf. Ja. Oké. Okay. Ja. Bruin met... Hout. Ja, bruin met hout, ja. Oh, dat vind ik ook zo mooi. Ja, ja, dat is super goed. Gewoon hout, dat gaan we hout zoeken. Ja, oké, dus dat is het idee. En dan gaan we daarna een koffertje zoeken die er goed bij past. Laten we even snel een karretje halen. Ja. Kijk, ik ben dus ondertussen bij de supplementen en bij de poetspullen en weet ik het allemaal, op de verzorgingsspullen bezig. En ik was al helemaal goed bezig. Maar Megan, die heeft natuurlijk één groot doel in het leven. En dat is Flo dik maken. Dus die staat hier. Ik heb die kar meegenomen. En die staat hier de snoep uit te zoeken. Megan, dat kan echt niet. Had je nou niet net vast? Ja. Hou hem even omhoog. Kijk hoe groot hij zo is. Altijd zo snel van die koekjes op bij Romy. Dus... Ja, dat is wel waar. Wij voeren eigenlijk te veel snoepjes. En Flo lust dus geen appels. En dat... Nee, Flo lust alleen wortels. En dit zijn wortelsnoepjes. Ja. Nou, we kunnen een kleine zak meenemen. Ja, we nemen een kleine zak mee. Maar de appelsnoepjes vindt ze wel lekker. Maar ze houdt niet van appels zelf. Oké, we nemen een kleine zak mee. Ja. En dan gaan we nu echt de poetskist... Ja, goed zo. Leg het terug. Flo wordt te dik van ooit. Flo wordt dik van jouw snoepjes. Nee. Kom, we gaan die pony niet vetmesten. We gaan hem poetsen. Ja. Hup, mee. Hup, wegwezen. Nee. Kijk, Megan heeft dus al de paarse borstels gevonden. Want ik heb voor Megan hier een paarse poetstas gekocht. Met paarse borstels. He, dat je net kwam voor Flo. Ja. Maar... Dat was echt heel fijn. Ja, super fijn. Die vind ik zo lekker. Hey, die heb ik dus in het roze. Ja, die zag ik, ja. Maar hier heb je dus alles paars, alles roze. En ik ben bijna geneigd om weer dingen roze te nemen. Maar we gingen voor hout. Maar ik vind blauw ook gaaf, ik hoor. Ik heb dus deze. Ik heb die. Echt? En ik heb die en ik heb... Hier, deze. Nee, niet deze. Ik heb niet van die, maar... Dat meen jij niet? Zoveel? Deze ook. Maar waar heb je die dan? Voor thuis? Nee, gewoon voor de manege. Oh, voor de manege. En Oh, die ziet er ook lekker uit. En die is wel met hout. Hout. Oké, maar ze hebben hier dus, zag ik, ook met hout. Ja, dat. En dit vind ik super mooi. Zo mooi. Ja... Maar even kijken, want hier hebben we gewoon nog meer. Nog een hout? Oh, kijk hier. Megan, je moet hier even kijken. Nee, die gaan we sowieso blijven staan. Ja, daar was ik al bang voor, ja. Deze
Oh, deze. Ja, ik ben gewoon bang dat we gewoon zometeen blind gewoon 1-1-1-1-1 overal uit gaan halen. Ja. Maar die vind ik ook heel mooi. Deze? Nee, die. Met de hout erin. Maar ik wil één ding zeggen. Deze wordt zo vies. Bij mij wel, ja. Dan moet je moeder hem wassen. Nee. Ja, deze poetskisten vind ik ook super fijn. Maar ik vind deze nog steeds zo mooi. En wat ik hier dus heel handig aan vind is... Kijk, hij heeft dus mesh aan de onderkant. Dus al je vieze haren en dingen... Oh, dat is jouwe. Die heb jij. Romy dus gekregen toen ik een beetje begon met flow, snap je? Ja, toen jij flow ging beginnen met verzorgen, heb ik die aan jou gegeven. Ja. Die is ook heel fijn, hè? Want eigenlijk zit alles erin wat je nodig hebt. Ja, het is wel een beetje klein, maar... Ja, klein als in... Flo is ook klein. Flo is ook klein en klein als in... Jij hebt zoveel extra borstels gekocht in de tussentijd. Dat past er allemaal niet in. Kan die poetskist niks aan doen. Die kan echt niet meer dicht. Nee, jij hebt al zoveel borstels gekocht. Die kan echt niet. Nou, kijk, hier heb je dus deze. Die had Megan het net over. En die hebben we net gezien. Die vind ik ook super gaaf. Deze is die ik net heb gezien in het zwart. En ik ben nog steeds fan van die. Ja, deze zagen we net in het zwart en hier is die in blauw. Deze is ook mooi. Ja, jij vindt met dat rosé mooi, hè? Dat vind ik ook heel chic. Maar, ja. Megan, mijn voorkeur... Ja, jij vindt het niks. Maar ja, jij hebt al een poetstas. Ja, jij hebt al een poetstas. Ik mag het kiezen deze keer. Het wordt deze, toch? Laten we even kijken of alles erin past. Oké. De rosé. Ja, meer dan dat. Ja. Meer rosé dan dat kan niet. Ik vind hem wel gaaf hoor. Ja. Saar zou heel hard mij uitlachen als ik die kocht. Want dat is echt iets wat ik zou kopen. Maar ik vind hem een beetje heftig voor bij ons op stal. Ja, dit is meer voor ik ga op wedstrijd. Ik snap wat je zegt. Oh, Megan, staat je wel? Maar, ja. Hij is heel tof. Ja. Hang maar snel weg, want anders ga ik die nemen. Ja. Ja. En we hebben nu die zwarte. En we gaan eerst kijken of alles erin past. Ja. Oké, we hebben alle borstels op tafel gelegd. Ja. En hier is de poetstas. Ja, ik vind dit nog steeds echt een gigantisch succes. Want het is best wel zand. Dus... Ja. En kijk, dit kan er dus uit. Dus je kan de compartimenten zelf samenstellen. En dat kan je doen door middel van die drukknoopjes hier. Dus dat vind ik sowieso al super fijn. Ja. Laten we die even voor het gemak, halen we die even apart. Gaan we eerst kijken of alles erin past. Ja, oké. Okay. We beginnen met dit ding. Dat rol. Nou, daarmee ga je rosborstelen. Ja? Zweetmes. Zweetmes. Ja, oké. Okay. Ja. Zweet wel goed. Ja. Zweetmes. Zachtig voor de dingen in maan van. Ja, die benodigd. Dus vooral als Saar knoetjes gaat maken. Een hoofdborstel. Ja. Die gebruikt Megan veel. Een beetje een harde, zachte borstel, dat is heel fijn. Een beetje tussenborstel is dit, hè? Kijk, die is super mooi. Er zit ook zo'n leren dingetje op. Dat vind ik mooi. En een hoevenkrabber met dit. En ja, dit. Ja, en die heeft dus ook zo'n leren dingetje hier. Ja. Dus die past weer bij die andere borstel. Deze is super zacht. Die is echt heel fijn. Ja. Dan dit, omdat Flo die verhaast heel erg nu. echt niet normaal. En die is dus van die ribbeltjes. En dan kan je heel goed het haar dat mee afhalen. Dus, ja, die gaat sowieso mee. En dit vond... Oh, die vind ik echt super cool. Ja, ik hou ervan dat je die borstel kan bewegen. Ja, want dan kan je ook heel goed bij de schoften. Ja. En dit is een harde borstel, gewoon voor... Eigenlijk is het een hele saaie borstel, maar is dat de borstel die ik het meest gebruik? Ja, en het is een super handige borstel, want... Hij kan overal voor gebruiken. Ja. Dus die gaat er ook in. Ja. En dan zit hij helemaal vol. Oké, hij zit dus helemaal vol. Ja. Ah, nee, er kan best nog wel wat bij. Ja, er kan echt heel veel. Er kan er wel wat bij. Hoe vlak, ik veel... Nou, hoefvlak hebben we natuurlijk thuis, maar ik dacht, er zijn nog, er zijn nog twee dingen die we gebruiken bij het poetsen. En dat is shampoo. Ja. Dus laten we nog een shampoo uitkiezen. Want kijk, hier heb je dus ook aparte vakken. Ja. En die kan je dus gebruiken voor shampoo, maar ook voor glansspray.
Tandenspray. En ja, jij hebt hoeflak, die hebben we al thuis. Ja. Dus die kunnen we erin doen. Wel met glitters. Wel met glitters. Nou, je moet wel iets glitteren in niet de... Niet normale. Niet normale. Nee. Van Paardenpraat TV. Nee. Nee? Nee. Oh, van de Applejack zelf. Ja. Oh. Dus, in ieder geval, laten we nog even poetspullen, hebben we nu genoeg? Laten we nog shampoo en glansspray halen, anti-kwit glansspray. En dan is de poetskist echt gevuld en dan gaan we naar Flona gaan uittesten. Ja. Tot zo! Kijk, Megan heeft dus deze. Ja, ik heb dus dit met super veel glitters. Ja, die is echt heel cool. Ja, en ik heb dus laatst Paardenpraat TV glitters gekocht om op Flo te spuiten. Oh, top! Ja. Want ik had ook al een paar glitters, maar dan in het zilver. Ja, maar die zie je ook goed op Flo, die zilver, omdat Flo donker is. Ja. Maar ik zat dus nog te denken, we moeten nog een paar dingen in de poetskist. Er moeten nog shampoo in en glansspray. En hier ben ik dus super fan van deze. Ja. Die willen we sowieso mee. Ja. Want dit is echt mijn allermeest favoriete glansspray ooit. Van Aquishine, van Sectolin. En even kijken, wat vinden we hier? Dit vind ik gewoon er leuk uitzien, snap je? Ja. Alleen gewoon van het uiterlijk vind ik Gloss leuk. Spray Grapefruit. Wil ik het ook gewoon. Ja, dan wil je het eigenlijk al gewoon hebben. Ja. Ja, ik snap wat jij zegt. Oh. Oh. Wat is dit? Het groen. Oh, tea tree en mint. Mint. Ik heb ook nog moet je dat... Dat vind ik heel lekker met mint. Hè? Echt met mint? Ja, dat vind ik lekker. Lekker fris. Die vind ik ook cool. Wat is dit dan? Nou, dit is cooling. Dat is voor in de zomer. Als je dat opdoet, dan koelt het. Oh, heb je paard het minder warm. Oh. Ja, dat is ook wel handig. Megan, die past natuurlijk super goed bij je. Ja, ja. Dus laten we deze dan ook gewoon doen. Ja, we zijn nou toch bezig. Want kijk, dat past super mooi bij de borstels. Ja. En wat heb je daar? Ja, ik weet het niet. Even kijken. Dit is wel shampoo. Pimp my pony. Welke ik dus ook hè, of wil. Deze. Ja, ja. Jij bent helemaal gek van dit, hè? Ja, ik ben gek van structuur. Maar ik vind die. Deze vind ik dus ook heel fijn. Is dit ook shampoo? Nee, dit is dus. Dit doe je dus zeg maar in zijn staart en in zijn manen. En dan. Dit is eigenlijk een soort van anti-klit. Oh, en glans. Ja. Zullen die ook doen? Ja. En, niet te vergeten, hij past dus qua kleur helemaal bij de set. Ja, daar houden we van. Oké, Megan en ik zitten in de auto naar stal. En we gaan zometeen Flo poetsen met de nieuwe poetspullen. Ja. En we gaan er wassen met een nieuwe shampoo. We hebben een shampoo van Sectolin gehaald. Een groene, echt super tof. Dus die gaan we proberen. Ja. En we gaan de glansspray uitproberen. En de shine gel, zeg maar, die gaan we in de staart doen na het wassen. Ik heb er helemaal zin in. Ja. Jij ook? Ja. Ja, oké. Nou, we zien jullie zo meteen op stal. Oké, wij zijn helemaal klaar met voer maken, alles klaar. Flo en Aria gaan we zo meteen ophalen uit de stapmolen. Dan kunnen die even eten en dan gaan we aan jullie laten zien hoe mijn poetskist er dus nu uitziet. Want we hadden natuurlijk de reden dat we voor Flo een nieuwe poetskist gingen uitzoeken. Omdat, dat is natuurlijk lekker en dan heeft ze de nieuwe spulletjes en dat verdient ze allemaal. Maar er is nog een reden. Mijn poetskist is echt heel vies. We kunnen even een kleine sneak preview doen. Ja, kan echt niet. Kijk, dit is dus de nieuwe poetskist. Maar dit is dus mijn oude poetskist. En dit is dus een kist die is gewoon van de Gamma, denk ik. En ja, ik heb dus echt superveel handschoentjes erin zitten. Oh, en een sok. En nog handschoentje. Dit vind ik dus wel heel slim van mezelf. Hier doe ik dus mijn naalden in voor het vlechten. Want anders verlies ik ze als ik ze los in mijn poetskist doe. Dus dit is echt super slim. Die kan sowieso al daarin. Maar dit is een beetje de huidige situatie van mijn poetskist. Dus hij is echt super goor. Er zijn wel een paar dingen die we over kunnen zetten. Zoals de elastiekjes, de scharen. Deze is ook van hout. Misschien kunnen we deze even wassen. Ja. Want hij past op zich wel bij wat we daar hebben. En deze moeten we natuurlijk even wassen, want die kan ook mee. Die is ook belangrijk. En de handschoentjes moet ik misschien thuis even wassen. En natuurlijk de essentials, want ik heb bijvoorbeeld ook nog een thermometer. Nou, ik heb van alles in die poetskist zitten. Het is echt verschrikkelijk.
Dus dit is, dit is de reden waarom we dus nu voor once and for all een schone nieuwe poetskist hebben. Die we zometeen ook gaan gebruiken. Nou, dus out with the old and in with the new. Flo. Nou, Flo smeet het even aan Megan de jas af. Maar kijk, de slobber hangt nog in de neusgaten. Ja, je bent echt super goor. Ja. Kijk, de paddel hangt nog in haar haar. De poep hangt nog aan de voeten. En de staart is echt, jongen, kan echt niet. We beginnen dus nat met de Sectoline wash. Laten we beginnen met alle voeten en de staart wassen, want die zijn echt super goor. Wat soft, even met een harde borstel langs de voeten. Zo, daar komt er best wel veel van af, hè? Zie je dat? Maar ik denk ook door de borstel. Ik denk ook door de borstel. Ja, de borstel is ook een beetje vies. Zo. Even de voeten schoon. En dan kunnen we hem afspuiten. En dan is het belangrijk dat je dus wel goed al het water of al het zeep van je paard afspuit. Nou kijk, die handdoek die is dus nu, zie je, een beetje nattig. En als ik daarmee dus nu, kijk, beveeg ik dus wel al de viezigheid er een beetje af. Maar dan is Flo dus niet super nat daarna. Eigenlijk wil ik de manen ook wassen, maar ik vind het gewoon even te koud. Blinker! Oeh, Flo. Zo. Nou, het wordt al wat, hè? Dat wordt al wat. We hebben dus net alles schoongemaakt en droog gemaakt. En nu, hey Flo, gaan we shine en gel gebruiken. We gaan het proberen, jongens. Klein beetje op mijn handen. Goed uitwrijven. Dan pakken we de staart. En dan gaan we het er gewoon zo een beetje doorheen halen, denk ik. Hier, dan doen we deze even zo. Dan kan dit mooi intrekken. Hop. Knoopje erin. Ja. Klaar. Megan, wat is je plan? Poetsen. Nou, we hebben Flo ondertussen omgezet naar de droge poetskant. En dat de kant gaan we zo meteen even opruimen. Maar het is nu tijd om te poetsen, want ze is helemaal schoon. He, helemaal gewassen. De staart hangt hier in de Equishine te drogen. Of hier. Dus ik denk dat ik even haar dekentje af ga doen. Hey Flo. En dan kan Megan gaan poetsen. Ja. Ja. Weet je wat ik ook wel eens doe, Megan? Nee. Dan pak ik die oranje spuit. En dan spuit ik hem eerst onder met dat oranje spul. En dan ga ik het erin poetsen. Oh ja. Dat is ook lekker. Ja, spuit je hem helemaal onder en dan met de rosborstel erop. Ja, oké. Ga je het ook doen. Oké, Megan, succes. Wat vindt? Oh, dat vindt ze lekker. Ik ga met de harde borstel, omdat ik heb helemaal gerosborsteld en ja. Ja, dat is hoe je het normaal gesproken doet, toch? Ja. Ja. Nou, en zoals jullie zien, Megan heeft er verstand van. Ja, echt veel, hè? Oh, Flo, lekker, hè? Oh. Flo is helemaal het gapen. Oh, nog een keer. Oeh! Lekker, Flo. Oh, mijn god. Oh, Megan. Oh, wat een boel haar komt eraf. Nou, Megan is ondertussen de andere kant van Flo aan het poetsen. Ik dacht, ik ga alvast beginnen met deze monstrosity. Hier, tussen jouw oren. Want Flo heeft net zulk wild haar als ik. En daarvoor heb ik deze borstel gekocht. En Flo vindt hem echt super interessant. Hi. Oh, ja, die is echt top. Je hebt die swoop. Ja, die. Kijk, dus als je dus deze kant meteen doet, dan zit je meteen vast. Zie je dat? Dus als je dan eerst met deze kant, zeg maar, de kleine klitjes eruit haalt, dan trek je dus veel minder haren uit. De Flo heeft super dik haar. Deze borstel ook niet. Ja, doet hij het goed? De Flo heeft super dik haar. Dus als je daar te veel of te hard aan trekt, dan valt het uit. En dat is super zonde. Kijk, en nu kan je dus heel makkelijk, zie je, kan je met 1, 2 halen, kan je er zo doorheen halen. Dus dit is top.
Oh, kijk, die staart even. Hij is bijna droog. Ja. Hij glimt gewoon zo erg. Ja. Oké, Megan, welke heb je nu? De super, super, super. Oh, die ziet er ook lekker uit. En hij voelt echt heel zacht. Ja? Ja. Oké, nou, kijk wat Flo ervan vindt. Oké, de allerlaatste borstel. Dat is de hoevenkrabber. Ik denk misschien nog wel een van mijn favorieten, want die vind ik echt super mooi. Zal ik even hoevenkrabben? Dan zijn we klaar. Dan kan Flo de dekentje weer op en dan is ze helemaal klaar om te shinen. Klaar om te shinen. Ik denk dat ze het wel heel gezellig vond even. Ja. Hè? Ja, dat is wel echt een goede spa-dag. Ja. Ja. Oké, ik ga nog even de hoeven doen. Zo. Die staart glimt weer helemaal. Flo de dikke billen. Hè? Hey Flo. Zo. We zijn klaar, Megan. Ja. We gaan lekker de dekentje op doen. Dan kan ze lekker naar bed. Nou, proost Megan. We hebben hard ons best gedaan, hè? Bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer. Doei doei.